الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. زين هادي ايه يلا 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 كان فاست precies hoe die andere familie woont. Dat is iets beter. Ja. Waar zijn de andere jongens? Zet maar hier neer jongens. Zet maar. Ja, zet maar daar neer. Zet maar daar neer. Zet maar daar neer. Ja, kom. Kijk, dit. Kijk, dat zijn onze dekens van vorig jaar. Kijk. Pas op. Kijk, onze dekens van vorig jaar. Zie je? Ze maken goed gebruik van. Daarom, wat ik al zei, Sadaqa Jariya. Kijk, zie je hoe mensen wonen? Subhanallah. Jij hebt nog geld voor hun, toch? Ja. Bismillah. Pas op, man. Hun moeder. Hun vader en moeder zijn op het land bezig. Zoals je kunt zien, zijn de kinderen alleen thuis. Dit is die andere deel, toch? Van de zusters uit Horen. Ja. Dan geven we ook geld. Sadaqa. Heb ik het hele wali dan? Hoe wali? Sabi? Heidum, hek. Sabi, heidum. Sabi? Ramadan is jou, inshallah. Akalti aliya. Ja, kul aam kan jou handig. Dat is toch mooi als je kinderen blij maakt. Ze zitten niet op school. Jullie hebben net gezien. Het is hier helemaal afgelegen. Geen snackbar, geen bioscopen, geen McDonald's. Helemaal niks. Gewoon helemaal afgelegen. Ze zijn hier echt aan het overleven, broeders. Ja, jongens? Geer, we gaan inshallah door. Ja, geef hen allemaal een hand. Salam alaikum, hè. Lai awan, hè. Lama. Slema. Zo, doe dat je dat.
سر يلا سلامة هاو يلا سلام أشوف تكلا دار معه بس dunner halen. Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Noord. We gaan zo maar door heel Nederland, heel België, Schilderswijk, Rotterdam West. We gaan zo maar door, broeders, ga zo maar door. Al die jongeren, al die jongeren. Ik hoop dat die jongeren hier wakker worden van dit voor hun filmpjes. Dit zijn de echte beelden, broeders. Jullie moeten niet naar die beelden kijken van die rappers. Ik schiet jou, ik ga overval plegen. Ik ga jonko draaien. Hè? Ik ga oude vrouwtjes beroven. Het is allemaal onzin. Dat soort filmpjes zijn allemaal onzin. Dat soort clips, dat soort rapfiguren, die leren jullie alleen maar slechte dingen. Maar dit soort dingen waar jullie vandaag mee bezig zijn geweest, dat is goed. Dat moeten jullie overbrengen naar jullie leeftijdgenoten. Als je straks in Nederland bent, moeten jullie deze filmpjes laten zien. Ik zeg, kijk broeders, kijk jongens. We zijn naar Marokko geweest om armen te helpen. We moeten ons best doen op school. Goede cijfers halen. Naar onze ouders luisteren. Naar onze begeleiders luisteren. Zodat we straks een goede toekomst hebben. En als je straks een goede toekomst hebt, ja, je hebt je eigen bedrijf. Je runt je eigen bedrijf. Ja, dan kun je altijd hier naartoe komen om deze mensen te helpen. Dat is de boodschap. Mensen helpen, jongeren helpen die het minder dan jullie hebben. Hè? Deze kinderen, ze kunnen nergens werken. Kijk maar, jullie hebben gezien, ze kunnen nergens werken. En dan zijn sommige jongens, die vinden het een beetje vies, een vies baantje om in Albert Heijn te werken, ze gaan om vakken te vullen. Als deze mensen vakken kunnen vullen, dan zouden ze dat 24 uur doen. Ze zouden niet zeggen, 3 euro, 5 euro is te weinig per uur. Broer, ze zouden voor 1 euro de hele dag werken. Voor 1 euro. Subhanallah. Is het jullie beeld een klein beetje veranderd, jongens? Wat doet het met jullie? Ik ben gisteren ook met jou mee geweest. Ja, gisteren ben je ook mee gegaan. Wat doet het met je? Gaan beseffen, nadenken. Dat wij het gewoon eigenlijk wel goed hebben. Wij hebben het te goed. Ja, eigenlijk. We hebben het toch goed. Ja, maar raakt me wel, man. Ja, dat raakt je vooral. Plus als verkeerde mensen hier zo, broer, wij in Nederland hebben gewoon heel veel toekomst, man. Ga de kleine dingen waarderen, hè? Ja. Gewoon de
toilet. Dat is het. En jij Noemen? Ja, Zelda Suleiman. Ja? Ja, was goed. Maar heb je, kijk, die pakje sigaretten, als je naar die sigarenboer gaat of naar die sigarettenboer gaat, en je gaat denken, ik ga die 7 euro geven, moet je even aan deze moment denken. En dan denk je, nee man, ik ga die sigaretten niet kopen. Of die shisha café, of die coffeeshop. Nee man, ik ga niet. Die beelden komen weer terug van die mensen hier. Ik kan beter die 7 euro of die 10 euro kan ik beter aan deze mensen geven. Zo moet je nadenken. Want deze mensen vechten voor eten. Ja, hoef niet te vechten voor eten. Het wordt aan je geschoten, ze gaan aan tafel. Deze 5-jarige een handgap, wat voelt die? Het is gewoon een bouwvakker. Vijf jaar, he? Bouwvakker hand had hij. Bijna ook niet douchen. Ja. Er is geen water, waar gaat hij douchen? Alleen maar zaken. Een 5-jarige jongetje, hebben jullie net gezien? Hij zei tegen mij, die leider. Hij zei tegen mij, die jongen van 5 jaar, aan de ruwe handen, bouwvakkershanden. En waarom? Omdat hij moet werken, broer. Hij moet werken. Ja, we kijken allemaal die filmpjes, hè, van Stefan en Zippo. Daar komt het al binnen, maar nu ga je het ook proeven en je voelt het, hè. Dus al je zintuigen, je ruikt dingen, noem maar op, wat doet het met je? Algerisch inshallah jongens, kijk, weet je waarom? Hij voelt die band niet meer, want zijn handen zijn ruw. Zijn we gewoon ruw geworden. Hij voelt dat niet meer. Ik zie dat mensen met crossfit doen dit. Ja broer, daarom leer het leven waarderen. Leer het leven waarderen broers, dat is het. Weet je? Gewoon de kleinste dingen die je waarderen. Zo mooi dat bedankt voor ons. Ja, jullie bedankt. Ramadan, inshallah weer. Inshallah. Volgende keer inshallah weer. Zeker. Ja? Ramadan voor jullie. Ik zie wel dat de jongens een beetje van andere tijd stil zijn. Ja. Dat is goed, dan beseffen ze dat. Jongens, we gaan inshallah. Dankjewel.